Nou, blij dat ze gered is. Ze liep in de bossen en je hart zegt eigenlijk wel, laat dat dier lekker de vrijheid. Maar het bos is geen geschikte plek voor een koe, er is onvoldoende voedsel. Als ze gevaar gaat opleveren voor het verkeer, dan is er gewoon iemand die haar dood gaat schieten. Dat wilden we voorkomen. Dus we zijn blij dat ze gevangen is en hier op haar gemakje aan haar nieuwe kudde kan wennen. Nou, is er heel veel aandacht in de landen voor Hermine. Iedereen is hartstikke blij. En morgen gaan ze gewoon weer naar de slager of naar de McDonald's. Ja, ik denk dat Hermine iedereen wel even herinnert aan een heel belangrijke les. Namelijk dat geen enkel dier naar de slacht wil. En dat we misschien met z'n allen een beetje moeten nadenken over dat dieren in de veehouderij allemaal individuen zijn met karaktertjes. Nou, als er één koe is geweest die dat heeft laten zien, dan is het Hermine. Dus ik hoop dat mensen daar een beetje aan denken als ze in de supermarkt staan.